uit. Dan weet ik wat dat er gezegd wordt achteraf. Ja. Oké, opnieuw. Dus interfaces. Daarnet had ik al gevraagd. Ah, wat denk je als je interfaces, het woord interfaces hoort? En daar werd direct opgemerkt. Buttons en radio buttons en zo. Dat zijn user interfaces. Dat zijn niet de interfaces die we gaan gebruiken. Dan werd daar gepraat over netwerkpoorten en zo. Dat zijn ook interfaces. En waarom noemen we dat interfaces? Een netwerkpoort bijvoorbeeld. Waarom wordt er een interface genoemd? Ja, op een gestructureerde manier. Een interface is een afspraak tussen twee onafhankelijke dingen. Twee dingen die misschien niks met elkaar te maken hadden. Stel dat je een computer zou maken. Ze zou zelf samen ineensteken. En het concept interface bestond niet. Ja, dan had je een heel groot probleem, omdat hoe praat je je scherm met je videokaart? Ja, waarschijnlijk moest jij dan manueel allemaal kabeltjes met elkaar verbinden. Dat was niet afgesproken. Het ene scherm was misschien een rode pixel, de een of andere bit op 0 en een ander op 1 en bij een ander scherm omgekeerd. Dus als al die apparaten op hun eigen manier implementaties brachten van hoe dat je met dat apparaat moest praten, ja, dan ging dat niet. Het Nederlands, dat is ook een interface. Hè? Dat is een manier dat wij informatie kunnen uitwisselen op een gestructureerde manier. Jullie spreken Nederlands, ik spreek Nederlands. Onze interface is de Nederlandse taal. En dus dat is heel belangrijk. Hè? Zonder interfaces zou er heel weinig werken. Dus ze zeggen, het zou allemaal heel veel bricolage zijn. En dus interfaces, dat zijn al de dingen tussen twee verschillende zaken. En dat is wat wij gaan bekijken nu in software. Omdat in C-sharp heb je ook het concept van een interface. En waarom zou dat nuttig zijn? Waarom hebben we in godsnaam interfaces nodig in C-sharp? Mo? Nee, dus ik denk dat ongeveer dat je bedoelt is, stel dat jij een bepaalde klasse hebt en een andere gebruiker, een andere programmeur moet met jouw klasse kunnen werken. Hoe praat je? Hoe werk je met een klasse? Hoe spreek je met een klasse? Wat doe je? Als je met een object wil praten, wat ga je dan doen? Een punt zetten. Hoe kunnen we dingen aanpassen binnenin een klasse, in een object? Via properties en methode. Ja? En dus die namen van die methodes, die properties, ja, dat is eigenlijk een interface. Dat is een manier, een afspraak die wij gebruiken om te zeggen, kijk, wil jij met deze klasse auto kunnen werken? Ja, dan heb je die en die methode ter uw beschikking. En dankzij, dat is de interface naar die klasse. Maar iedereen kan natuurlijk zelf kiezen wat voor interface dat jij gebruikt. Het is niet omdat je, stel dat ik aan iedereen hier vraag, maak nu eens een klasse computer. En die computer moet jij kunnen instellen dat die een bepaald hoeveelheid geheugen heeft en een bepaalde hoeveelheid harde schijf heeft. Hoe ga je dat doen? Welke properties ga je maken? Nee, hoe ga je het geheugen van een computer instellen? Met een of andere property geheugen misschien? Met een ander gaat dat met een property memory doen. En iemand anders gaat er misschien met een methode set memory doen. En iemand anders met een methode stel memory in. Whatever. Nee, dus iedereen gaat er op zijn eigen manier doen. En dat is heel lastig, want als we dan straks al jullie computerklassen willen samenbrengen en daar iets mee willen doen, ja, dan moet ik manueel van iedere klasse gaan kijken, hoe moet ik nu met dat ding praten? En dus in C-sharp gaan we daarvoor interfaces gebruiken. Een afspraak die je kunt toepassen op een klasse, waardoor je weet, ah, die klasse gebruikt die een interface. Net zoals je weet, ah, de Shingis gebruikt de interface Nederlands. Ik kan met hem Nederlands praten. Op die manier. Dus wel belangrijk, en dat is een hele grote disclaimer. Dit hoofdstuk heeft niets te maken met user interfaces. Ja? Als je dus in je programma, in je examen, het woord interfaces ziet staan, dan gaat dat over iets anders dan een user interface. Gaat het over een user interface, dan ga je het woord
GUI zien, hè, Graphical User Interface of UI, User Interface, enkel dan spreken over een User Interface. Al de andere interfaces zijn dat niet. Is dat duidelijk genoteerd? Dus het gaat niet over buttons vandaag, het gaat niet over radio buttons, het gaat over een programmeerconcept. Oké, hoe moeten we nu zo'n interface beschouwen? Wel, dat is een stempel. Een stempel die we nu op klassen kunnen plakken. En je krijgt er een klassenstudent en je weet dat hij de interface Nederlands heeft. Kun jij nu op die klasse een stempel plakken? En heeft die student ook de interface Frans? Dan plakt je daar ook een interface Frans op. Wat gaan we dan hebben? We gaan ergens misschien een boekje hebben met al die interfaces in beschreven. Wil jij met een student in het Nederlands praten, dan kan je die en die methode gebruiken. Wil jij met die student in het Frans praten, kan je die en die methode gebruiken. En dus dat is in dat boekje staat enkel hoe dat je kan communiceren met die student. In dat boekje staat niet waar dat die student gaat terugzeggen. Het is niet omdat je in dat boekje staat dat er een methode is geef antwoord, dat je ook een antwoord gaat geven als je die methode aanroept. Dat weet je dus niet. Goed. Awkward silence. Die stempel, dat is maar een stempel. En dat wil ik heel hard benadrukken vandaag. We plakken er gewoon op wat we vinden dat dat ding moet doen, maar dat wil niet zeggen dat hij dat gaat doen. Nee, dus dat is geen belofte. Dat is enkel iets dat zegt, kijk, deze klasse implementeert je interface, maar laten we hopen dat hij dat goed heeft gedaan. Nee, dat laten we in het midden. En dat is waar je eronder ziet staan. Nee, de interface is 100% scheiding tussen de signatuur van de methode en de implementatie ervan. De interface doet enkel het linkse gedeelte. De signatuur zegt, die methode moet de klasse hebben. Hoe dat die eruit ziet, dat is niet de verantwoordelijkheid van die interface. Dus dat is wat er hier staat. En laten we dat ineens, dus je moet dat niet meedoen, een keer heel snel tonen hoe dat je nu zo'n interface doet. Omdat ik ben heel veel aan het praten voor een concept dat eigenlijk heel eenvoudig is, maar dat voor veel studenten in het begin altijd een beetje verwarrend is, omdat ze nog met die overwerking een beetje aan het mozen zijn. En dus laten we eens een voorbeeld van een interface nu maken. We gaan dat in een console-applicatie doen. Interface demo 1EA. There we go. Het eerste dat we nu nodig hebben, is die stempel. Ja? Hey, dus stel, laten we... Kunnen jullie dat lezen van achter? Ja, oké. Okay. Stel, wat gaan we maken? We zullen het bankverhaal zullen doen. Een bank heeft allerlei verschillende bankrekeningen. En we willen dat bepaalde bankrekeningen... die moeten misschien extra beveiligd kunnen worden. En bepaalde bankrekeningen willen we automatisch kunnen afdrukken, whatever. En dus we hebben een aantal stempels nodig. We hebben een aantal klassen al ooit gemaakt. Een klasse bankaccount, die van alles doet. We hebben misschien een klasse... Een klasse babyaccount, die overheeft van een bankaccount, die van alles doet. We hebben misschien een klasse business account, hè, voor grotere bedrijven bijvoorbeeld, die ook overheeft van bankaccount. En we hebben zo een hele hoop klassen. Heel goed. En nu willen we er stempels op kunnen plakken. We willen bijvoorbeeld dat bepaalde klassen kunnen afgeprint worden. Dus we willen namelijk dat zowel de baby-account als de business-account moet afgedrukt worden, maar de klasse tijdelijke account. En misschien dat de bank intern gebruikt om geld wit te wassen of zo. Ja, dat zie je dat banken veel doen. Hopelijk je mama's en papa's die bij banken werken. Sorry? Ja, dus...
We gaan nu zeggen, kijk, die klasse baby-account en business-account, daarvan wil ik dat andere mensen weten dat ik die kan afdrukken. Ik wil namelijk dat die klassen sowieso de methode print in zich hebben. We zouden hier nu gewoon de methode print kunnen toevoegen. En van alles doen. En in een baby-account ook. Maar nu hebben we geen één manier van buitenuit om aan een klasse te vragen, zeg, kun jij printen? Ik zou aan een klasse kunnen vragen, zeg, ben jij een business account? Zo ja, dan weet ik dat jij kunt printen. En ik zou kunnen vragen, ben jij een baby account? Dan kan ik printen. Hoe vraag ik dat nu weer aan een klasse? Of hij van een bepaald type is. Welk keyword gebruikt u er nu weer voor? Ja, ik hoor het daar. Is, I, S. Ja, heeft niks te maken met... Dus dat kan. Goed. Maar dat is heel ambetant, want dat is heel veel werk. Stel dat je honderden klassen hebt waarvan een helft moet kunnen printen en een andere helft niet, dan heb je een gigantische switch nodig. Als het die klassen is, kunnen printen. En als het die klassen is, kunnen printen, zo 50 keer, dat is heel veel werk. Dus we gaan hem in een interface doen, een stempel erop plakken. En hoe ziet zo'n stempel eruit? Wel, je raadt het nooit, die begint met het woord interface. Dat is, hadden we niet verwacht, denk ik. Dus, mind is blown. Heel goed. En dan geven we een naam aan die stempel. Een afspraak met interfaces is dat die altijd beginnen met een grote I. Van waar denk je dat die grote I komt? Ja. Een interface. Ja? Dus interfaces geven altijd... Af. I print, printable. Bijvoorbeeld. Zo definiëren we nu zo'n stempel. En die stempel... Die moet dat ziet er een beetje uit als een klasse. En hier binnenin kunnen we nu alle methoden en properties beschrijven die klassen moeten implementeren als ze die stempel willen verdienen. En dus als jij nu straks die stempel gaat plakken op een account die niet de dingen heeft die hierin staan, dan gaat je compiler beginnen wenen. Die gaat zeggen, jij zegt dat er hier een stempel iPrintable op staat, maar... Ik zie hier nergens een printmethode staan. En dus, wat is nu het grote verschil? Wat zei ik daarnet al, een interface doet geen implementatie. Het enige wat je doet is de methode signature. Dus het enige dat daar nu staat is, bijvoorbeeld, welke methode of methoden bij die interface horen. Dan mogen er zoveel zijn als dat je wilt. Hè. We zullen misschien methode print en... we zullen nog een property... Klaar om te printeren. Oké. Wat zien we hier nu allemaal? Als we het woord interface horen, gaat het dan public of private zijn, die methoden die daarin staan? Ja, public, hè. Want we willen nu net aan de buitenwereld kunnen zeggen hoe dat je met die klassen kunt praten. En dus, hoe ziet de buitenkant van die methodes eruit? Dat zijn public methoden. Een interface is op zijn eigen, altijd dat hier staat, is automatisch public. Dus hier moet geen public voor staan. Dit is het enige moment in C-sharp dat wanneer er niks voor staat, dat het niet private is, maar dat het public is. Ik vermoed zelfs, als ik mij niet vergis, als je public schrijft... Voilà, dat mag zelfs niet. Ja? Je kan dus methodes geven, je kan ook properties geven. Je kan enkel deze syntax van properties gebruiken. Waarom? De interface, hetgeen dat de interface doet, is zeggen wat moet geïmplementeerd worden, niet hoe. En dus in de klasse die nu die stempel ePrintable wil krijgen, ga je zelf moeten bepalen of dat een full property is, of dat dan een auto properties. Wat je wel eventueel kan doen, is bijvoorbeeld een stukje private maken van die interface. Hè? We zeggen dus, oh nee, dat mag zelfs niet. Sorry. Dat mag niet, dat mag enkel in de... Het moet ook hier public zijn, uiteraard. Goed. We hebben die stempel klaar. Boeiend stempeltje. Je ziet hier ook, hè, hier staat geen code, dat mag niet. Interfaces is enkel
signatures. Duidelijke, eenvoudige methoden. Mogen ook events zijn, maar daar komen we volgend jaar op terug. Die je mag implementeren. En wil jij nu die stempel aan een klasse geven? Wel, dan schrijf jij achter het dubbele punt, eventueel na de overgeërfde klasse, welke interfaces die klasse allemaal implementeert. Dus wil ik bijvoorbeeld dat de babyaccount kan printen, dan schrijf ik op deze manier. Stel dat babyaccount niet overgeërfd is van bankaccount, dan mag ik ook dit schrijven. Ja? Die rode squiggly line, dat is normaal. Dat komen suite, gaan we dat oplossen. Dus, voorlopig op deze manier. Dus, wat zegt nu eigenlijk deze lijn? Wel, die lijn zegt, we hebben een klasse bankaccount die overerft van bankaccount en die de e-printable interface implementeert, Wouter. Ja. Maar we willen niet dat tijdelijke account printable is. Uiteraard, stel dat we dat hier in een... Stel dat we nu overheren van babyaccount, dan gaan die ook allemaal e-printable implementeren. Uiteraard, die hiërarchie blijft behouden. Ja. Maar we willen nu net, zeg maar, ja, fingerpoint, die wel, die niet, willen een beetje structuur erin brengen. En nu is hij aan het huilen. Ik heb hier een baby-account, daarnaat hem huilt misschien. En ik heb gezegd, kijk, deze baby-account heeft de stempel e-printable. Kan ik nu beginnen printen op die klasse? Heeft die klasse die methode? Print. Nee, hè? Ik heb gewoon gezegd, ik heb die stempel erop geplakt. En dat probeer ik te herhalen. Dat is niet meer dan een stempeltje. Nu moet ik nog expliciet, en dat zie je hieronder ook staan, kijk. Hieronder zie je staan, baby account does not implement interface member e-printable punt klaar om te printen. Ah ja, en tel voor e-printable punt print. En dus zolang ik nu niet identiek deze dingen implementeer, zal hij blijven huilen. En dus enkel wanneer ik nu hier ga zeggen... wat er moet gebeuren. Zo. Enkel nu. Even zien. Ja, uiteraard. Nu moet er wel public voor staan. Zo. Enkel en alleen nu zal de compiler, tevreden zijn en onze code willen compileren. Want nu zeggen we, kijk, die baby-account heeft e-printable. En kijk, hij implementeert effectief deze code. Ik zou hier perfect een private bool can print van kunnen maken. En bijvoorbeeld dan hier in de getter return can print. En in de setter can print is value. Nee, dan laat ik in het midden hoe dat je dat implementeert. Dan mag je zelf kiezen. Go. Zo. Maar je moet het implementeren. Dus hier hetzelfde. Stel je dat deze, die is ook e-printable. Zolang dat je dat niet implementeert, gaat er niks werken. Het leuke is, en dat is altijd plezant in Visual Studio. Je hebt mij hier net zat hier allemaal zien kopiëren. Hè, want deze interface moet nu geïmplementeerd worden. Je kan ook rechterklikken op de interface en dan bij Quick Actions kiezen voor Implement Interface. Als je dat doet, dan schrijft hij direct de nodige code zonder implementatie. Dus nu moet je hier nog... En eventueel kan ik hier dan... Ik ga hier een auto-property van maken. Op die manier. Zien jullie dat? Ja? Stel dat we nog zo een interface hebben. Interface, waar ik daarnet gezegd. Wat was dat?
kan witwassen. Ja. Voilà. Hetzelfde hebben we een interface, een stempel op een witwasaccount willen kunnen plakken. Alle klassen, alle objecten van, dat, van die klasse zijn dan ook, hebben die interface. Hè? Dus plakken we die dus wit hier op de business account, die wit was. Dan gaan dus alle business accounts gebruikt kunnen worden om wit te wassen. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat die heeft een methode int geef wit geld terug. Op die manier. Ja? En dus, nu begint hij weer te zeggen, maar ja, kijk, die business account, jij zegt hier wel dat hij de stempel iWitwas heeft, maar ik zie hier nergens die methode, geef wit geld terug. Ah ja, oké. Dan moeten we die implementeren. Op die manier. En dan misschien return the amount, maar gedeeld door 2 of zo, whatever. We zullen standaard 10 euro teruggeven. En dus, dat is wat interfaces doen. Dat zijn stempeltjes. Uiteraard, nu zie je dat wel in je code. Je kan nu zien, ah ja, dat heeft die interfaces. Maar je wil dat ook vanuit code kunnen doen. En dat is nu het mooie vanuit code. Kijk, stel dat jij een bank... we hebben een bankaccount. En we zeggen dat er een nieuwe business account is. Zo. Kan ik nu op die business account BB die witwasmethode aanroepen? Nee. Welke methode kan ik allemaal aanroepen op BB momenteel? Alle methoden die in bankaccount zijn gedefinieerd. Er zijn er bitter weinig. Maar ik kan nu aan een bankaccount vragen. Ik kan aan een bankaccount vragen of hij een bepaalde stempel heeft. Dus beste bankaccount, heb jij de stempel iWitwas? Als dat het geval is, dan gaan we jou eventjes als een iWitwas ding beschouwen. En dan kan ik nu die methodes daarvan aanroepen. Ik kan die dus nu omzetten. Je kan het ook anders doen. Je kan ook dit doen. iWitwas bbtemp is gelijk aan... En dan kan ik nu op bbtemp geef wit geld aanroepen. Maar dus het coole is nu, stel dat jij hier nu een lijst hebt van allemaal bankaccounts. Dan kan je nu met een for each bijvoorbeeld daardoor gaan en vragen, ben jij een bepaalde interface? Ben jij een bepaalde interface? Zo ja, doe dan iets dat die interface alleen kan. Dit is identiek ook. En dus wat ik hier schrijf, dat is hetzelfde. Ja? Zo. Goed. Wat gaan we nu doen? We gaan eens eventjes terug eerst naar de slides. Ja, dus dat hebben we verteld. Dus een ander voorbeeldje. Met bankaccounts. Die hebben we allemaal getoond. Ja. Maar uiteindelijk, als je die vorige klassen, dan moest dan ook in de afgezet in de vorm PZ, moest dat dan geprobeerd worden. Ja. Maar bij volgende die codes op je verhalen als je dat niet hebt gedaan. Stel dat je dat niet doet, bedoel je? Nee, of ja. Ja, je zou, je bedoelt, mag dit? Ja, nee, je hebt wel wat staan, maar de rest is nee,
dan gaat hem zelfs niet kunnen compileren. Hij gaat gewoon niet willen beginnen. Denk ik. Ja, dus deze code werkt nu, omdat hij. Hij weet niet wat voor klassen dat er hier gaan subiet gebruikt worden, maar zolang dat je zegt die sample heb ik, moet je hier wel degelijk die code zetten. Ja, dat is gewoon een ding, maar dat is altijd via armen. Dan moet je van boven de code doen. Je hebt een plaats in de code. Ja. Jawel, want stel nu, wacht. We willen nu die methode kunnen aanroepen op die baby-account. Ik wil die uitvoeren. Ja, dit is puur. Ja, dus stel dat ik die baby-account hier, if bb is. Als baby-account. We krijgen nu een object binnen. En we kunnen langs alle kanten bezien en we kunnen eigenlijk zien welke sampletjes staan erop. En we kunnen nu vragen, zat daar het sampletje iPrintable op? Ja, dat staat erop. Ah, interessant. Dan weet ik dat dit objectje kan printen. Dus ik kan dat nu tijdelijk, dat ding eventjes beschouwen als een iPrintable. Sorry. En ik kan dat nu printen. Dat is geen methode. Nee, het is print, sorry. Zo. En als je dat dan runt, dan zien we. Ja, ik zou een tip uitje. Het is een business account, want dat is geen baby account. Maar. Komt zoiets. Ja, dus die interfaces voor waar wij die gaan gebruiken, wij gaan die in het eerste jaar heel beperkt gebruiken. Wanneer je met grotere projecten gaat beginnen werken in het tweede jaar, dan ga je heel vaak interfaces nodig hebben. Zoiets willen we een grote demo tonen om een keer een idee te geven. We gaan zoiets doen alsof we allemaal samen aan een project werken en we maken een interface om dat dan op een goede manier te doen. Dit is wel een hele belangrijke. Een interface is niet meer dan een belofte die misschien zelfs niet wordt nagekomen. Ja, dus ik heb hier nu gezegd kijk, die methode iPrintable is er, en inderdaad ik implementeer die methode. Maar niks houdt mij tegen om hier zoiets te zeggen van delete all files from computer. En als ik dan later print aanroep op mijn babyaccount, dan wordt mijn computer volledig leeggemaakt. Dat doet interfaces niks. Die zeggen gewoon, kijk, je hebt hier een stempeltje en je kunt dat overal op plakken. Dus natuurlijk bon ton om dat uiteraard te doen. Om dat effectief te implementeren zoals dat de naam het aangeeft waar het is. Dus als er een interface iPrintable is met een methode print, dan verwacht iedere normale programmeur dat die methode niet zal printen. En niks anders. Hè. Dat is een soort gentleman's agreement over de naamgevingen van methoden en properties. Een property amount of money verwachten we dat dat is om hoeveelheid geld te bewaren van die bankaccount en niet de naam van de gebruiker of zoiets. Hè. Maar dat kan als je echt een ambetante programmeur wil worden, of je zet je job bij of zo. Dan is dit de ideale manier om heel snel je job kwijt te geraken. Goed. Wat gaan we nu een keer doen? Ah ja, dit heb ik nog niet verteld. In UML worden interfaces aangeduid met zo'n lolletje. Bovenop de klasse, het vierkantje van de klasse, de rechthoek, sorry, plaatsen we per interface een lolletje en zeggen we welk interface dat die implementeert. En dus we zien hier dat bijvoorbeeld de klasse 10, slechte naam, de interface eStudentData implementeert. Oké, wat gaan we nu doen? Wel, stel nu, ik heb een briljant programma geschreven,
dat toelaat dat jullie als jullie medeprogrammeurs, jullie kunnen allemaal mij klassen opsturen die jullie zelf maken. En hoe dat je die maakt, boeit mij niet. Ze moeten in C-sharp liefst gemaakt worden. Maar ik verwacht enkel en alleen dat jouw klasse volgende interface implementeert. Zodanig dat als jullie straks mijn klasse, jullie klasse naar mij opsturen, dan kan ik gewoon al die klassen van jullie eventjes omzetten naar objecten van het type e-studentdata en kan je daarmee praten. Ik geef nu een manier dat wij gaan kunnen praten. Ik wil met jullie klassen kunnen praten doordat die minstens volgende 5 properties implementeert. Zelfs enkel getters. Dus voor de rest hoef ik zelfs niks weten. En wat gaan we dan doen? We gaan nu samen, gaan jullie allemaal Modi Visual Studio al opstarten. Jullie gaan nu allemaal individueel een klasse maken die die een interface implementeert. En jullie gaan die naar mij opsturen. Daar komen ze niet op terug. Je moet mij dat niet mailen. We gaan dat allemaal samen doen. Ik krijg van jullie een gigantische map vol klassen, waarvan ik weet, hopelijk, dat ze die interface implementeren. Dus ik kan die nu allemaal individueel gaan gebruiken. Dus hoe gaan we daarvoor van start? Nog geen nieuw project aanmaken. Oké. Nog geen nieuw project aanmaken. Mocht Visual Studio wel opstarten. Wat gaan we namelijk doen? We gaan iets doen dat jullie nog niet hebben gedaan. We gaan wat we noemen een DLL maken. Kun je daar eens van gehoord? Een DLL? Dat is eigenlijk, zeg maar, een zipje waarin dat je klassen kunt steken, code kunt steken, die je dan naar iemand anders kunt sturen, die dan met jouw code kan werken. Stel dat jij een briljante bibliotheek hebt gemaakt, om van alles te doen, dan kan je die verpakken in een DLL, die aan iemand anders geven, en dan kan die met jouw code werken. En hoe gaan we dat doen? Hebben jullie allemaal Visual Studio opgestart? Ja. We gaan een nieuw project maken. En we kiezen een class library. Kun je dat? Hopelijk zie je dat ertussen staan. Dat staat bij Windows. En dan, of je zoekt van boven rechts op class library. En je pakt uiteraard de C-sharp variant. Ah, dat is dan kan je die ook gebruiken voor zowel voor andere platformen. Voor Windows Phone, voor WPF, voor Azure. Dan zit er eigenlijk minder dependencies met andere bibliotheken in. Heeft iedereen dit? Geef het kind een naam. Geef het maar een naam van iets met uw naam in. Eigenlijk maakt het niet uit. Oké, nu moet je eventjes naar Blackboard gaan. En als je naar de slides van vandaag gaat, bij object-oriënt programming. Ah, je moest zelfs... Ja, excuseer. Het project dat je net hebt aangemaakt, hebben we niet nodig. Kill. Onderaan, week 11, zie je interface demo underscore student part. Daarin heb ik al dat projectje klaargemaakt. Dus dat kan je downloaden en openen. Bij de slides. Onderaan, week 11.
Iedereen vindt de zip. Dat is een heel leeg project normaal gezien. Wie heeft hem al? Moet ik nog wachten? Elk? Niks? Ik heb gewoon die zip geopend. Goed, als je nu daar de references open doet, eventjes, van dat projectje, dan ga je daar een referentie zien naar een DLL'tje genaamd Tim. Als je daar op dubbel klikt, dan kan je die hier in de object browser open doen. Kun je dat zien vanachter? Dus ik heb gedubbelklikt op die Team Reference en dan zie je als je dat openklikt dat er daar een namespace interface DLL is. Maar dat ik daar al die interface heb geplaatst, is hier een data. En als je daarop klikt dan zie je zelfs wat die interface moet doen. Dat is op zich niet wat er juist gebeurt, is zo belangrijk. Het interessante is nu dat jullie die klasse, die interface, die student data kunnen gebruiken. Ik heb die nu aan jullie gegeven. Jullie als programmeur heb ik gezegd, kijk, hier is mijn interface. Willen wij met elkaar praten? Gebruik alsjeblieft die interface. En wat kan je nu doen? Nu kunnen jullie klassen beginnen maken. Dus rechterklik op jouw projectje, student test. En dan add class. En dan geef je dat kind maar een naam. Ja, dus... rechterklikken op student test, add class, en hier heb je nu een klasse. Je zou nu kunnen beginnen die methodes allemaal kunnen implementeren, dat ik daarnet zei, maar ja, dat was misschien een heel grote interface, ik weet niet meer hoe die eruit ziet, dus laten we Visual Studio dat voor ons doen. Dus wat gaan we nu zeggen, en dat doen jullie ook, gelieve die niet Teams test class te noemen, noemt die maar uw eigen naam, ja? Laptop gecrashed? Oei. Wat gaan we nu zeggen? Kijk, die klasse die jullie nu maken, die implementeert e-student-data. En dan klik je gewoon op het lampje, omdat die interface daar in die aparte bibliotheek, Tim. Dus als je nu gewoon using interface DLL van boven bijschrijft, dan gaat hij die klasse kennen. Die interface kennen. Lukt dat? Dat gaan altijd rood blijven zien, hè? Dat is normaal. Dus, kijk. Momenteel is dit de minimale code die op je scherm moet staan. Je moet hierboven using interface DLL minstens hebben. En aan je klasse die de stempel e-student data wil hebben, maar hem nog niet verdient. Hij verdient die pas als hij al deze... Sorry. Hij verdient die pas als hij al die read-only properties, zeg maar, implementeert. Zit hij er niet bij jullie, in de project dat je het gedownload? Je zit normaal standaard in die student test, van die zip. Wie hebben jullie die zip niet, zit hij erbij bij jullie of niet?
No problemo. Goed. We moeten nu die interface implementeren. Anders verdienen we die assemble niet. Makkelijkste manier is wederom hier op de rechter klikken. Op die interface. En dan weer kiezen voor Quick Actions. En dan kies je voor Implement Interface bovenaan. Is dat gelukt? Nog eens. Rechterklik op e-student data. Quick Actions. Implement Interface. Dan heeft hij nu voor ons die interface uitgeschreven. Goed. Elk? Normaal niet. Ah ja, dat is geen probleem. Is geen probleem. Ja, dan heb je explicitly geïmplementeerd. Er is bij sommige mensen zal het er zo uitzien. Dan zie je het op de IBE. Heb jij dit? Ja, geen probleem. Hetzelfde. Oké, wat is nu de bedoeling? Nu hebben jullie 5 minuutjes om in al die methoden iets van het type string te returnen. Ja, dus bij naam, uw naam returnen als string. Een quote, een van uw favoriete quotes. Dat mag geen ras zijn. Bij lievelingsvak is natuurlijk maar één mogelijk antwoord. En bij favorite color in Engels... Pak een van de basis Engelstalige kleuren die je leuk vindt. Red, green, blue. Apple, blue, sea green of zoiets. Het moeten kleuren zijn die C-sharp kent. Ja? En bij avatar URL, pak een of ander online JPEG'sje dat je vindt. En ik wil gewoon een URL, inclusief HTTP, heel de cirk van die URL, van die JPEG. Belangrijke opmerkingen. Hier wil ik heel hard op wijzen. Geen racistische, geen seksistische, geen vuile praat wil ik uit die klasse terugzien komen. Ja, laten we een duidelijke afspraak over maken. Dus de afbeeldingen, niet aanstootgevend, en de quotes, et cetera. We houden het eenvoudig en fijn. Goed. Dus je hebt nu 5 minuutjes om een paar stringetjes te returnen. Dus stel dat je je naam al hebt ingevuld. Dit project gaat gecompileerd worden naar een DLL. Dus die kunnen we niet debuggen of zo rechtstreeks. Dus wat je nu doet, is je klikt op Build in je project. En dan Build Solution. Ja? Dan wordt nu deze klasse in een DLL-file gestoken. Een file die jullie naar mij zoiets kunnen opsturen. Lukt dat? Zonder errors? Als er errors in komen, wil dat zeggen dat je toch nog typfouten of zo hebt in je code, in je string. Zet eventueel voor je een URL, een apenstaartje, voor het geval dat je daar per ongeluk backslashen of zo in staan. Dat kan soms helpen. Eigenlijk? Oké, doe dan eens build, rebuild solution. Normaal gezien is dat geen probleem dan. Is dat geluk bij iedereen, denkt u? Team? Dan gaat er niks in gebeuren, hè? Dat gaat van alles prepareren en klaar is Kees. Oké, wat moet er nu gebeuren? Nu wil ik dat jullie die DLL aan mij geven. Waar staat nu die DLL? Wel, als je rechterklikt op uw project... In uw Solution Manager, rechterklikken op uw project, Student Test. Als je dan kiest voor Open Folder in File Explorer, helemaal onderaan, zie je dat staan? Ja? Daar zie je uw project, verbazingwekkend. Waar staan uw gecompileerde dingen altijd? Wie weet dat nog? Ja, in Bin Debug. Daar zie je nu... 2 DLL's staan.
Ik heb degene nodig met de naam studenttest.dll. Ja? Maar ik stel voor dat je die individueel allemaal hernoemt naar uw naam.dll. Dus team.dll heb ik niet nodig. Wouter, een vraag. Ja, dus team.dll heb ik niet nodig. Ik heb enkel die studenttest.dll nodig. Hernoem die naar uw naam.dll. Hey, dus wat moet je nu inbeelden? Jullie hebben nu heel flink een stuk functionaliteit van het project gemaakt. Hey, ik heb aan mijn 20, nee, 50, 60 zelfs, 100 studenten. En als je later ziet, dan denk je dat hier 100 studenten zaten. Ik heb aan mijn 2000 studenten gevraagd van kijk, maak allemaal nu eens een klasse die deze interface implementeert en die bepaalde dingen doet. En jullie gaan die nu allemaal naar mij sturen en ik kan dan in mijn project jullie verschillende klassen integreren. Zonder dat ik moet weten wat die doen. Dus wat doe je nu? Je surft naar... Inderdaad. Oh. Naar dropittome.me. Ik zal het hier zo. Naar volgende link. En het paswoord... is, je raadt het nooit, teamdance. En je uploadt nu die ene DLL. Ja, ik heb gisteren gezien, ik weet wat er gaat gebeuren. Het was een goede aflevering. Shh. Zijn er nog mensen die nog gaan zien, die nog aflevering 1 moeten zien? Of aflevering 2? Ah. Probeert dan eens zonder underscore abdrachter. Probeert dan deze eens, alsjeblieft. Lukt dat wel? Nee. Even geduld. Oké, dus hey, jullie files komen nu binnen. Nu, ter informatie, de code om nu die DLL's in te laden is een beetje speciaal. Dus die gaan we niet behandelen. Maar wat er nu gaat gebeuren, ik heb een tooltje geschreven. En dat gaat al die DLL's in die map zoeken. En dat gaat eigenlijk iedere keer aan die DLL's vragen of dat... die interface in die DLL, in die klasse, aanwezig is. Als dat het geval is, dan haal ik die klasse eruit, maak ik daar een object van die klasse, en steek ik die in een lijst. En ik krijg zo'n lijst van allemaal objectjes, gebaseerd op jullie individuele klasse. Dat is de theorie. Maar dus wat er hier gebeurt, is niet belangrijk. Elk? Underscore app achtergezet. Dus als alles dan goed gaat, ga ik nu dat programma starten en dan hopelijk zien we van alles gebeuren. Een dikke error. Bij mij. Dus tot zover deze epic demo. Dus je merkt hopelijk, dus wij hebben heel weinig met elkaar gepraat. Het is te zeggen, ik heb aan jullie een DLL gegeven met die interface in. En jullie hebben daar tegen geprogrammeerd, jullie hebben dat teruggestuurd. En ik bouw daar nu van alles rond, zonder dat ik moet weten wat er in jullie klasse effectief gebeurt. Sommigen hebben misschien bepaalde images hardcoded erin gezet. Anderen hebben misschien hun naam op een of andere manier auto-generated doen, whatever. Wie wint er eigenlijk? Wie is de grappigste? Ja, dat is een beetje.
Wat gaan we nu doen? We gaan nu... Dan mag je meedoen als je wil. We hebben nog 20 minuutjes, dat zou normaal net genoeg willen zijn. Stel dat we volgend probleem hebben. We hebben een klasse mens. En van de klasse mens erven daar een hoop verschillende soorten klassen over. We hebben verschillende soorten mensen. We hebben leraars, we hebben studenten, we hebben politiekers en we hebben advocaten. Dat zijn de vier typische soorten mensen die er zijn. Voor de rest is er niks anders. Dus als je hier afstudeert, kun je een van die drie dingen worden. Daar komt het op neer. En we hebben ook een interface invloeker geïmplementeerd. Ik vind dat bepaalde klassen moeten kunnen vloeken. En dat is nu redelijk willekeurig, omdat ik vind dat leraars ook verdomd goed kunnen vloeken. Je ziet daar heel duidelijk, je ziet dat hier nu aan het klassendiagramma, dat de politieker en de advocaat implementeren de interface invloeker. En wat willen we nu doen? Dus we willen nu een lijst van mensen kunnen maken, een lijst van studenten, leraars, politici en advocaten. En we willen die van alles kunnen laten doen, maar we willen ook op een gegeven moment kunnen zeggen, al diegenen die kunnen vloeken, vloek nu alsjeblieft. En dat is een typische use case waar interfaces heel interessant voor kunnen zijn. Dus wat gaan we daarvoor nodig hebben? We gaan nu een nieuw projectje maken, dit mag weg. Dus je mag een nieuwe console-applicatie maken. Wegens tijdsgebrek, dus we zeggen op 10 minuutjes, ik ga wel doortypen. Het is niet heel veel code dat we nodig hebben. Maak een nieuwe console-applicatie. In principe, dat klassendiagram implementeren, dat zou voor jullie geen probleem mogen zijn. Hè? Je hebt 4, 5 klassen en die onderste 4 erven over van mens. Je hebt nu ook nog een interface, een aparte klasse, zeg maar. Die wordt toegepast op politieker en op advocaat. Dus ik maak een nieuwe console-applicatie. Vloeker-demo. En wie heeft er Doom al gespeeld? Niemand. Ah, dat is een moeite, hè? Ah, sorry. Doom. Doom. Dus, ik ga het eventjes hieronder doen. We hebben een klasse mens. En alle mensen kunnen praten. Omdat het kan. En we hebben een klasse leraar, die overerft van mens. En die moet niks speciaal kunnen. Leraars zijn ook maar mensen. Nee, dat was geen voorbereide mop. Je moest maar eens een half uur langer blijven in het werk, hè. Ja. Waar woont hij? Ja, dus we hebben een klasse mens, we hebben een klasse politieker, we hebben een klasse student, een klasse leraar en een klasse advocaat. En ja, dat zijn allemaal mensen. En we hebben nu gezegd dat we hebben bepaalde klassen die een
stempel moeten hebben, een interface i-vloeker. En wanneer dat die methode, wanneer je die interface wil implementeren, dan moet je de vloekmethode voidvloek. Void omdat er niks terugkomt. We gaan het gewoon op het scherm zetten. Vloek, de naam van de methode. Dat gelukt? Goed. Wat hadden we nu gezegd? Kijken we terug naar het klassediagramma. Dan zien we dat er dus de politieker en de advocaat, dat die de i-vloeker implementeren. Dus wat gaan we nu doen? We gaan nu achter mens, bij de politieker, zetten we een comma en schrijven die interface. Hetzelfde bij de advocaat, schrijven die interface. Uiteraard verdient die politieker die stempel enkel en alleen als hij die interface ook implementeert. Dus enkel en alleen als hij de vloekmethode heeft. We gaan die nog eens manueel nu doen. Void vloek. En dan gaan we die politieker en hetzelfde voor de advocaat. Denk eraan, die interface is hoofdlettergevoelig. Uiteraard, want C-sharp is hoofdlettergevoelig in zijn naamgeving. Dus vloek met een kleine v is niet hetzelfde als vloek met een grote v. De interface wil het met een grote v hebben. Nou ja, uiteraard, we moeten nog voorgezet worden. Yes, thank you. Nu dat is er nu. Dat gelukt. Goed, stel nu dat we in onze main, we gaan nu een lijst van mensen maken. Dus we gaan een lijst maken waarin we al die verschillende mensen kunnen plaatsen. En we gaan er een handvol, we gaan er eens een keer een mens in zetten. We gaan er een keer een leraar in zetten. Oeps. We zullen er nog eens een mens in zetten. We zetten er een advocaat in. En misschien nog een student. En nog een politieker. Moet hij nu niet allemaal overtypen. Doe maar een stukje mee. En misschien nog een advocaat. Oké. Kunnen al die mensen de spreekmethode uitvoeren? Ja. Ja, waarom? Ze erven allemaal over van mens. Dus zij kunnen allemaal spreken. Dus ik kan in principe met een for each van menske in alle mensen, menske punt, ja, dat is van het type mens uiteraard, spreek, kent hem niet, waarom kent hem spreek niet, wie weet het?
Ja. Spreek moet ook publiek gezet worden. Excuses. Dus in principe, dit hebben we vorige week gezien, kijk, al onze mensen zeggen dag allemaal. Dus die kunnen allemaal spreken, want alle mensen konden dat. Maar stel dus nu willen we dat enkel zij die kunnen, we willen iedereen laten spreken, en enkel zij die ook kunnen vloeken, willen we nu laten vloeken. We hebben dat net al gezien, dat we dat moesten doen. Welk keyword gingen we daarvoor gebruiken? Ja. Is. Dus we kunnen nu vragen aan ieder mensje, zeg mensje, ben jij een vloeker? Indien ja, dan gaan we even als vloeker beschouwen, dus ik ga hier eventjes, i-vloeker tijdelijk is gelijk aan mensje als vloeker. Zo. En dan kan ik nu gezondheid. Dan kan ik nu op dat menske een vloek laten uitspreken. En dus ik moet niet schrijven if menske is advocaat, doe dat. Of if, else if menske is leraar, doe dat. Else if menske is onderwijzer, doe dat. Nee, ik werk via interfaces. Tobias, geen vraag. Krabben. En dan zien we dus nu dat ons programma, ja, zeg maar, wat verschillende wegen uitslaan, afhankelijk van wat voor object dat we tegenkomen in die lijst. Ik hoop ook dat je merkt, dit was weer wat we vorige keer hebben gezien, dat is iets dat altijd terugkomt in veel dingen met programmeren. Je gaat heel vaak moeten werken met data, met lijsten van objecten, van een bepaald type, waar je dan van alles met een for in gaat doen. Dat is iets dat, eender welk administratief programma, eender welk managementprogramma, werkt met lijsten van objecten. Al uw studenten, al uw leraars, uw punten, metingen. Whatever. Spelletjes ook, hè? De lijst van game objects, de lijst van monsters, altijd hetzelfde. En dan kunnen we hier zeggen, als dat monster die interface heeft, moet het dat doen, enzovoort, enzovoort. Voilà. Zo hebben we gezien. Voilà. Hebben jullie nog vragen?